Goed, daarbij dan, 52, mislukte studie achter de rug, nutteloos voor de maatschappij. Hoe kom je aan je eten? Ja, in de eerste plaats, je zit in een uitkering, dus het mag niks kosten. Wat je kunt doen, zoals ik heb gedaan, ik heb me heel zielig voorgesteld aan mijn buren van, hey, ik ben een onnozelaar, ik kan helemaal niks. Het gevolg daarvan is, ze brengen me gratis eten. Bijvoorbeeld, ik zal het even laten zien. Kijk. Macaroni. Hey. Kijk eens even. Hé, hey, macaroni. Ha. Gratis gekregen. Maar ik moet het wel even opvrolijken natuurlijk. Daar hebben wij, daar heb ik tomaatjes voor. Kijk, tomaatjes. Tomaatjes. Tomaatjes kosten niks. Hier, drie tomaatjes. Kosten niks. Ik kan er ook nog een eitje bij doen. Momentje. Waarom niet, hè? Eitjes. Ah, dit is... Oh. Ah, dat is... hier eigenlijk een... Ja, een eitje. Doe ik er ook bij. En dan zijn we er nog niet. Kunnen we er bijvoorbeeld ook kaas bij doen. Kaas. Even kijken. En dan moet je niet denken aan dure luxe kaas, speciale kaas, schimmelkaas, Deense kaas, Italiaanse kaas, geraspte kaas, hoeft allemaal niet. Gewoon goedkope massaproductie van al die kaas. Dat hebben we ook. Wat kan ik er nog meer? Ah! Ja. Wat ook niks kost. Dat is dit en dat is dit. Kijk. Augurkjes. Zo, hier. En die gaan niet in één keer op. Zo'n pot kost ook niks. En je doet er eeuwig mee. Uitjes, uitjes. Zilveruitjes. Kost ook niks. Nou, gaat ook eeuwig mee. Dus, dan hebben we nu wat ongeveer de bijna gratis maaltijd helemaal bij elkaar. Oké, we gaan zo verder. Goed, dan zijn we weer... Ik moet even opschieten, want het wordt wel een beetje rap donker hier. Eens even kijken. Laat ik deze eens daarop zetten. Zo. Kijk. Daar doen we de macaroni in. Ja, een beetje boter kan eigenlijk geen kwaad. Een beetje. Boter, boter, boter. Hier zo. Hop. Daar warmen wij de macaroni in op. De camera dat wel allemaal wel eigenlijk. Ja, als ik nou eens zo, ja, oké. Okay. Dan hebben we een beetje zicht op wat er allemaal zich af. Ja, zo, boter. Zo. Whatever. Nog maar wat. Zo. Daar wordt de macaroni dus nog voor. Dan hebben we hier dadelijk een pannetje voor het ei. Even de tomaatjes wassen. Zo. Oeh. Ja. Tomaatjes altijd wassen. Ook al komen ze vers uit de winkel, toch altijd even wassen. Want je weet maar nooit, hè. Handdoek. Nou, zo gaan we even door en dan kom ik dadelijk terug. Houden we wel even rekening mee. Dit is dus macaroni van de buurvrouw, hè? Dus je weet niet wat erin zit. Ik kan wel zien wat erin zit. Er zit macaroni in. En er zit gehakt in. Nou, dat is dus precies wat macaroni nodig heeft. Oh, er zit voor appel. Goed, hè? Kies. Goed, hè? Ja, zit er ook in. Nou, weet je wat? Ik doe er nog meer in. Hier. Tomaat. Hop, doe ik er ook bij. Hoi. Zo. Waarom niet? Het is alleen maar lekker.
tomaten horen in macaroni. Zo. Nou, dat laten we even lekker doorpruttelen. Ondertussen, ja, een ei hoort erbij. Dan moet ik deze aanzetten. Is dat deze? Ja. Zo. Nou, een ei. Ik kom zo terug. We doen ook even een eitje. Doe wat boter bij. Trouwens, boter. Ze zeggen boter is ongezond, maar dat is helemaal niet waar. Boter is lekker. Boter is onmisbaar. Hopla. Dus, een beetje lager. Kan dat wel. Hopla, een beetje lager. Hier doe ik een eitje in dadelijk. Daar maak ik een roereitje van. En dat kluts ik dan later hier tussen de macaroni. Die trouwens, en niet met een mes in de pan, hè. Die trouwens steeds... Ja, hij was een beetje nat. Dus nog steeds een beetje nat. Maar goed, ik laat hem even doorkoken en dan wordt hij wel wat droger. Misschien. Roerij. Kijk, eitje. Hop, oeh. Nou, dat ging goed. Dan moeten wij daar een roerij van maken. En hou de hygiëne in de gaten. Regelmatig je handen wassen. En een roerij, dat gaat het beste met wat koffiemelk. Hoppa. Ja, dat weten veel mensen niet. Ja, koffiemelk komt ook goed. Kijk, en dan klut je de hele zooi door elkaar. Ik ga het een beetje horen. Blijven klutsen. Zo. En dat gaat dan dadelijk door de macaroni. Ja. Trouwens, als we het dan toch over de macaroni hebben, laten we ook even wat kaas erin doen. Zie maar, hopla. Kijk. Hop, zo. En nog zo wat, zo. Zo. Ah. Dat is allemaal. Kan allemaal best wel. Daar moet je niet te moeilijk over doen, weet je. Zo. Nou, dat klutsen we dan ook weer door elkaar. En dan hebben we wel eens een keertje zo ongeveer alles bij elkaar. Ik kom dadelijk weer terug. Tja. Ik moet toch echt zeggen, ik vraag me ergens af wat de buurvrouw met die macaroni heeft gedaan. Ja, ik heb mijn best gedaan, maar moet je zien wat er van die macaroni is overgebleven. Dit is toch werkelijk... Hè? Dat is dus niet mijn schuld. Ja, ja goed, het kost niks. Moeten we daar dan moeilijk over gaan doen? Ach wel, nee. Kijk, hier heb je dat ei. Als ik dat er nou eens tussendoor kluts, misschien dat het dan nog wat lijkt. Ja, dat scheelt dan wel weer. Nou, weet je wat? We hebben ook nog wat augurkjes. Zo, weer zo. Weet je wel. Zo. Hop. Nou, qua kleuren zit het in elk geval wel goed. Dan leg ik hier nog wat zilver uitjes. Doe het ook bij. Zo. Zo. Nou. Toch? Wat is hier nou mis mee? Dat bedoel ik wel. Goed. Dit is te eten. Je zou het niet zeggen. Maar het is te eten. Voornamelijk omdat het niks kost. Oké, bedankt voor het kijken. En tot ziens, hè. Tot de volgende aflevering.